Goedemorgen, dit is het TV West nieuws van woensdag 31 juli. Het wordt vandaag een droge dag, ongeveer 22 graden en er is ook geregeld zon. Ik ben Jade van Doornik. De politie heeft de afgelopen weken 5 nieuwe verdachten aangehouden in verband met een gewelddadige overval op een juwelier in Gouda afgelopen mei. De jongste verdachte is pas 14 jaar. Ze worden verdacht van het leveren van een vuurwapen, pepperspray en een ploertendoder en het voorverkennen van de winkel. Bij de overval op de juwelier is geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Wel moest een vrouw naar het ziekenhuis omdat ze op haar hoofd is geslagen. Kort na de overval zijn er al 5 mensen aangehouden. Nu zijn er dus weer nieuwe aanhoudingen verricht. In het totaal zitten nu 10 mensen vast. Wetenschappers van Naturalis in Leiden hebben gisteravond sectie verricht op het kadaver van de potvis die maandag strandde op de kust van Terschelling. De potvis is aan het begin van de avond in de haven van Harlingen uit het water getakeld. Daar werd de walvis direct onderzocht door verschillende wetenschappers uit het hele land die uit Leiden en Utrecht onderzoeken waaraan het dier is overleden. Onderzoekers uit Wageningen bekijken wat het dier zoal heeft gegeten. Het skelet van het dier gaat uiteindelijk naar Leiden. Een oproep van organisatie Healthy Seas om oude visnetten in te leveren heeft deze zomer al zo'n 15 ton aan oude visnetten opgeleverd. De netten worden opgeslagen in Scheveningen en wachten daar op een tweede leven. Op deze beelden is te zien hoe de netten geborgen worden. Vervolgens zijn ze opgeslagen in een depot en in een container in de haven van Scheveningen. Ah, dit is de container van Healthy Seas waar wij onze netten opslaan. Die allemaal uit de Noordzee gehaald zijn. Kijk, de grote big bags vol met netten die op wrak hebben gezeten. Er ligt wel 640 ton in alle zeeën van de wereld. En deze 15.000 kilo komt uit de Noordzee. Aan het eind van het bergingsseizoen worden de opgeslagen netten verwerkt om vervolgens aan een tweede leven te beginnen. We gaan de nylonnetten op laten halen door een fabriek die ze recycelt. En die gaat er misschien wel sokken of badpakken van maken nadat het eerst schoongemaakt is en opnieuw in productie is genomen. Healthy Seas is erg blij met de bijdrage en roept ook andere partijen op om oude en verloren visnetten in te leveren voor recycling. De Haagse krachtwijken gaan op belangrijke punten wel degelijk vooruit. Dat zegt de gemeente Den Haag naar aanleiding van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarin staat dat de krachtwijken het qua veiligheid en leefbaarheid niet beter of slechter doen dan vergelijkbare wijken. Het geld dat er extra is besteed lijkt weggegooid. Toch ziet het Haagse stadsbestuur ook positieve resultaten. Zo zouden de straten in vooral Den Haag-Zuidwest schoner blijven dankzij ondergrondse vuilcontainers. En ook het slopen van oude woningen voor nieuwbouw heeft de wijk goed gedaan, zegt Den Haag. Studenten gratis laten wonen in ruil voor klusjes in de buurt is een groot succes. Dat concludeert woningcorporatie Haag Wonen. Sinds 2010 kunnen studenten tijdelijk wonen aan de Abraham van Beierenstraat in de Schilderswijk in Den Haag. In ruil voor gratis woonruimte moeten studenten buurtbewoners helpen. Ze ruimen bijvoorbeeld tuin op of leggen een moestuin aan. En ook helpen ze kinderen bij het maken van hun huiswerk. Tienermoeders en arbeidsimmigranten uit Oost-Europa nemen ook tijdelijk hun intrek in de leegkomende woningen. Zij moeten wel huur betalen. De huizen worden begin volgend jaar gesloopt. Snackbar De Sport in Den Haag kan blijven staan tot januari. De rechter bepaalde vorige maand dat de snackbar in het Zuiderpark moet wijken voor een nieuw te bouwen sportcampus. De eigenaresse is blij dat ze het seizoen nu kan afmaken. Ze is nog steeds in gesprek met de gemeente Den Haag over een alternatieve locatie. De gemeente heeft er 3 aangeboden, maar daar is ze nog niet zo enthousiast over. En dan sport. Gisteren werd de Nederlandse ploeg gepresenteerd die begin augustus mee gaat doen aan de wereldkampioenschappen atletiek in Moskou. En in die ploeg 2 regiogenoten, Maureen Koster en Pelle Rietveld. Dit is Maureen Koster. Ze komt uit Boskoop, is pas 21 jaar en loopt de 1500 meter. Haar deelname aan het WK is eigenlijk voor iedereen verrassend. Ook al is ze bezig aan een ijzersterk seizoen. In de winter zeiden we al van het WK, dat zit er misschien wel in. En ik heb altijd zoiets van, nou, we zien het wel. En toen liep ik natuurlijk in Nijmegen 4-6 en dacht van, nou ja, dit gaat gewoon lukken. Ondanks dat het haar eerste WK is, heeft Maureen een stevige doelstelling. Ik denk dat ik, als ik goed loop, kan ik in de halve finale komen. Ja, daar ga ik echt voor. Ook Pelle Rietveld uit Zoetermeer verschijnt op de baan in Moskou. Rietveld is 28 jaar en komt uit op de tienkamp. Misschien wel het zwaarste onderdeel van de atletiek.
Ook voor hem kwam de kwalificatie van Moskou een beetje als een verrassing. Maar dat was toch wel emotioneel. Van verdomme, het is me gelukt. Ja. En dan lig je s'avonds in je bed en dat WK komt steeds dichterbij. En dan, ja, we dromen allemaal wel eens. Waar droom jij dan van? Ja, ik zeg altijd, ik wil gewoon elke dag werken aan de beste Pellerietveld uit de geschiedenis van Pellerietveld. En dat is niet anders in Moskou. En dan kijken we nog even in de kranten van vanmorgen. Duitse toeristen kiezen massaal voor Den Haag, dat schrijft het Algemeen Dagblad. Bij de VVV hebben zich tot dusver een kwart meer bezoekers dan dezelfde periode vorig jaar gemeld. Volgens de krant heeft de populariteit veel te maken met het nieuwe koningskoppel, omdat het koninklijk huis in Duitsland erg populair is. Naast Duitse bezoekers nemen ook dagtochten en korte vakanties van toeristen uit eigen land heel erg toe. En ongediertebestrijders hebben het dubbel zo druk met de warmte. Dat schrijft de Volkskrant. Klanten bellen veel over mieren en wespen, maar ook muizen en ratten houden geen zomerslaap, zegt een bedrijf uit Brabant. Je huis goed schoonhouden is de beste tip om het ongedierte buiten de deur te houden. En tot zover het TV West nieuws van woensdag 31 juli. Meer nieuws vindt u natuurlijk op onze website omroepwest.nl en op Radio West. En dat is 89.3 FM. Ik wens u voor nu een hele fijne ochtend.